Daar zijn we er helemaal klaar voor om te beginnen met de uitspraken van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, zijn niet in goede aarde gevallen in Suriname. Blok, die blijkbaar niet goed geïnformeerd is, noemde Suriname een mislukte staat. Politicoloog Hans Breveld noemde de uitspraken een belediging aan het adres van ons land. Jazeker, zeker. Kijk, en ik dacht dat Europese landen, en met name ook Nederland, zich bescheidener moeten opstellen om weer oordeel over het gebeuren in landen in de, overige, in de rest van de wereld, waar zij natuurlijk een aandeel hebben om er uh, niet het beste van te maken. Onder andere hebben zij mensen hier naartoe gebracht uit de hele wereld. En vervolgens hebben we die mensen aan, de aan hun lot overgelaten. Maar wanneer je zegt een veelsteed, dan moeten we vragen wat is een veelsteed? is. wanneer in een land politieke economische disorde is. wanneer niets klopt in het land, niets loopt in het land. waarbij de regering geen leiding meer aan kan geven. en vindt u zelf Suriname een veelsteed? Maar wanneer hij het aparte punt noemt. van dat hij geen multiculturele samenleving uh, kent waarin uh, de mensen vreedzaam met elkaar samenleven... Dan, 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 uh, dan, dan kan je Suriname zeker niet noemen. Want uh, de verbroederingspolitiek van, van Lachman en Pengel... daar zijn de gevolgen van. Hij zegt dat de mensen uh, via etnische lijnen stemmen. Dat is geen probleem. Maar het gaat om het resultaat dat in Suriname uh, te zien is. En kijk, een belangrijke zaak... Mensen praten vaak over een synagoge en een moskee die naast elkaar staan. Maar een nog belangrijkere zaak is hoe we elke dag met elkaar leven. En er was zelf een dag in Suriname waarbij de Goede Vrijdag en het Pagwafeest op dezelfde dag vielen. En u weet, bij Goeie Vrijdag gaan de christenen met witte kleren naar de kerk. En de hindoe die gooit met het rode vloeistof. En er zijn twee keer is het geweest. Maar en ik heb gevraagd bij instanties die het moeten weten. En die zeggen dat ze geen enkel, um, geen enkel moment hebben gehoord dat mensen baldadig of dat ze elkaar de kleren hebben bevlekt of zo. Dus ik geloof dat we zeker uh, Suriname geen veelzeet kunnen noemen. De minister is teruggekomen op zijn uitspraken. Is dat voldoende of moet Suriname uh, expliciet de excuses eisen van deze minister? We moeten de excuses eisen. En trouwens, ik weet niet of wij dat uh, alleen moeten gaan doen. Ik weet niet of de minister nog gehandkaaf kan worden als minister van Buitenlandse Zaken. Want behalve Suriname heeft hij nog veel andere dingen gezegd. Hij heeft zaken gezegd over de Oostbloklanden, dat het daar niet zal lukken. Geen enkele zwarte persoon zie je daar lopen. En het gaat niet, de mensen gaan niet tolereren. En terwijl Europa juist bezig is om deze Oostbloklanden te overtuigen, dat zij ook immigranten moeten opnemen. Kijk, die welvaart van Europa is, ja, van ons zegt, het is ontstolen aan de rest van de wereld, van Afrika, Azië. Dus als zo'n minister dat zegt, ik kijk hoe lang hij het nog zal volhouden, ik luister naar het debat, maar Suriname zal zeker moeten eisen van Nederland dat, wij, dat, dit zich niet meer, dat hij het echt uh, excuses aanbiedt en dat dit nooit meer voorkomt.